Welkom allemaal bij de kandidatenstream van Stichting BID's. We hebben iets vertraging gehad, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan dadelijk een aantal kandidaten aan jullie voorstellen. En eerst eventjes wat wij doen als Stichting BID's. Mijn naam is Benjamin Truijen, directeur. En wij ontwikkelen software met impact op mens, maatschappij en milieu. En dat doen wij samen met UWV en gemeentes. Gedurende een periode van een half jaar werken onze kandidaten aan een softwareproduct, waarna ze daarna makkelijker de arbeidsmarkt op stromen. Er gebeurt heel veel in onze projecten en ik denk dat dat vandaag ook wel zeker over de bühne komt. Dus wat gaan we doen vandaag? We gaan in twee groepen kandidaten aan jullie voorstellen, in totaal 10 stuks. En elke kandidaat zal ik een intro geven. Daarna zullen we vervolgens een pitch zien van de kandidaat die ze zelf voorbereid hebben. En tenslotte zullen we even een contact leggen, zodat iemand misschien nog vragen kan beantwoorden. Misschien goed om even te weten wat BID's precies doet. Daarom kijken we even naar een filmpje en dan gaan we meteen door naar de kandidaat. Alle softwareprojecten die wij opzetten, letten we op dat die aan de SDG's voldoen. De Sustainable Development Goals, dat zijn afspraken die de landen van de Verenigde Naties gemaakt hebben. Daar zit armoede in, gelijkwaardigheid, criminaliteitvermindering. En wij vinden het belangrijk dat onze projecten voldoen aan die SDG's. Stichting BID's is een stichting. We hebben geen winstoogmerk en wij investeren in softwareprojecten met impact op mens, maatschappij en milieu. En dat doen we in onze sociale innovatieprojecten met impact op de Sustainable Development Goals. Wij zijn vooral verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling, te zorgen dat de technische oplossing gerealiseerd wordt. Dat doen we in sociale innovatie. Dus wij werken met meerdere partijen om te zorgen dat het softwareinitiatief er daadwerkelijk komt. Traditionele innovatie is gericht op economisch belang. Dus er is een pot met geld, die wordt geïnvesteerd en er wordt een bepaald resultaat geboekt, vaak door één organisatie. Sociale innovatie stelt niet het geld centraal, maar stelt het maatschappelijk belang centraal. Capacity building is een sociale innovatie waarin we eigenlijk met een groep mensen die lerende zijn in softwareontwikkeling een stuk software maken met maatschappelijke impact. Dus wij krijgen van onze partners, UWV en gemeentes, mensen landelijk aangereikt en die vormen we in kleine groepjes van 10 mensen. En die gaan gedurende een half jaar onder onze begeleiding echt een softwareproduct realiseren. En we hebben op die manier al 100 mensen aan werk geholpen. We pakken echt verschillende soorten projecten op. We hebben ook heel veel scans gemaakt voor het bedrijfsleven, van hoe gaat mijn bedrijf om met plastic. Dus echt een verscheidenheid aan projecten en wij zijn daar faciliterenden. Onze ambitie is om vooral internationaal impact te maken en onze sociale innovatieprojecten nog strakker neer te zetten binnen de Nederlandse samenleving. Dus echt een Nederlandse kenniseconomie gebruiken om internationaal impact te maken. Mooi, nou goed dat jullie weer terug zijn. Als we kijken naar onze groepen, dan zit er echt een verscheidenheid aan mensen in onze groepen. Jonge mensen, mensen uit buitenland, statushouders, oudere mensen. En met name mensen die ook al heel wat werkervaring hebben opgebouwd. Een voorbeeld daarvan is Kees Mulder. Kees die heeft eigenlijk altijd is een software engineer aan de slag geweest. Hij heeft HBO Informatica gestudeerd. Hij woont in Eindhoven. En hij komt uit het bouwjaar 1957 in de nazomer. En als je ziet Kees' cv, dan heeft hij gewoon echt heel veel geïnvesteerd. Geïnvesteerd in C#, geïnvesteerd in Dynamics AX van Microsoft 365. En in ons project is hij ook echt naar web development heeft hij zich ontwikkeld. Vooral aan de achterkant, de backend. Nou, ik denk dat het goed is dat we Kees zijn pitch is gaan bekijken. Mijn naam is Kees Mulders, 62 jaar oud, vrijgezel en woon in Eindhoven. Maar ben wel Feyenoord-fan. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij de AGPL Zorggroep in Eindhoven, waar ik vooral werk met dementerende ouderen. En ben ik ook nog filatelist, oftewel postzegelverzamelaar. Na mijn studie HBO Informatica ben ik
vooral werkzaam geweest in het domein van de ERP-software. Eerst met het ontwikkelen van een eigen pakket, daarna vooral ervaring opgedaan met Microsoft Dynamics AX en Axapta zoals het vroeger heet. De laatste jaren vooral in het domein van HRM, maar heb ook ervaring met logistiek en productie. Mijn passie gaat uit naar het ondersteunen van zowel interne als externe klanten en het onderhoud van bestaande applicaties. Even kijken, we hebben nog iemand in de Eindhoven groep zitten. Dat is Linda Bierman. En Linda is eigenlijk een zij-instromer, om het zo maar te zeggen, zoals wij dat noemen. Linda heeft echt heel veel gedaan in het verleden. Ze heeft, ze heeft echt verschillende soorten functies gehad. Ook in de zorg wat ik zie, ook helpdesk, service desk volgens mij. Ik denk dat ze dat beter daar ik zelf goed kan uitleggen. Zij kwam eigenlijk helemaal blanco binnen als het gaat om softwareontwikkeling, maar ze is wel heel kritisch. Ze is ook nauwkeurig in wat ze doet, heel scherp op de tong. En dat is een hele grote aanwinst geweest in het team. Ze heeft veel geleerd, ook over softwareontwikkeling. En ze wil echt aan de frontend daar verder stappen in zetten. Al zou ze als tester ook gewoon heel goed werk kunnen verrichten. Laten we even naar haar pitch gaan. Hoi, ik ben Linda Bierman. Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn echtgenoot in Eindhoven. In mijn vrije tijd hou ik ervan om bordspelletjes te spelen, paard te rijden, Lego te bouwen of om met een groepje vrienden een escape room te spelen. Ik ben ook regelmatig op de dansvloer te vinden om salsa te dansen. Na mijn opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening heb ik 13 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. Hierbij is mijn interesse steeds meer verschoven van hulpverlening naar taken op het gebied van de computer en vormgeving. De afgelopen paar jaar heb ik meerdere WordPress-websites gebouwd voor vrienden en kennissen. En omdat ik dit erg leuk vind om te doen, ben ik me verder gaan ontwikkelen op het gebied van front-end development. Ik ben iemand met een open persoonlijkheid. Ik ben punctueel, zelfstandig en werk gestructureerd en nauwkeurig. Afwisselende werkzaamheden vind ik prettig en ik regel graag dingen. Onduidelijkheid buig ik graag om tot duidelijkheid en knopen hak ik snel door. Verder ben ik behulpzaam en help ik anderen graag een stapje verder. Ik ben beschikbaar voor ongeveer 24 tot maximaal 30 uur per week. Ik pas het beste in een niet al te groot bedrijf of team waar een informele sfeer heerst. Ik zoek een functie waar ik mijn kwaliteiten kan benutten en waar ik in kan groeien. Op het gebied van front-end development ligt mijn kracht meer in het werken met HTML en CSS dan in het werken met JavaScript. Een functie op het gebied van low-code development, wat meer gericht is op het visueel ontwerpen van applicaties, ligt mij dan ook meer. Vanwege mijn achtergrond en de hulpverlening zou ik ook passen op een functie waarbij ondersteuning aan anderen geboden wordt. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Yes. Dan gaan we door naar de volgende kandidaat. Stijn Dormans. Die wil ik even spreken. Ja, Stijn is eigenlijk een voorbeeld van een self-made man. Passie voor techniek in de brede zin van het woord. Leert heel snel. Stijn heeft bij ons vooral aan de back-end gezeten. Dus daar is toch best wel wat denkkracht voor nodig om in één keer op een back-end te stappen. Maar dat heeft hij gewoon echt heel goed gedaan. Als je kijkt naar zijn cv, heeft hij gewoon verschillende banen gehad die eigenlijk niet direct echt met zijn passie techniek te maken hebben. Terwijl hij zich daar thuis wel heel erg in verdiept. Ik denk dat het goed is, dat was naar Stijn. Hoi, ik ben Stijn Dormans. Ik ben 30 jaar oud. Ik woon in Nijmegen, maar ik ben bereid om te verhuizen. Ik ben backend developer, bezig met .NET. En ik vind het heerlijk om mijn analytische vermogen los te laten op complexe vraagstukken. Dit kan zich uiten in 's avonds met vrienden over de politiek of gewoon op werk met collega's over functionaliteiten. Zoals je merkt ben ik een teamspeler, vind ik de sfeer heel erg belangrijk in het team.
En ik vind het heerlijk om samen ideeën te pakken, op te pakken en dat meteen in praktijk te brengen en hierbij zo'n perfect mogelijk product af te leveren. Ik ga hierbij niet uit de weg om nieuwe dingen te leren, om dat te bereiken en zo door te kunnen groeien naar cloud, developer of big data analyst. Dit was mijn pitch. Naar de volgende kandidaat, dat is Mark Leijzenga. En Mark heeft in Wageningen gestudeerd, VWO destijds gedaan, Wageningen gestudeerd, landbouw. En is eigenlijk daarnaast, heeft hij in de horeca gewerkt, maar ook altijd thuis met techniek bezig geweest. Hij heeft zelfs aan wedstrijden meegedaan waar je prijzen kan winnen als het gaat om coderen. Dat zegt wel iets over zijn niveau, dat hij deze prijzen ook vaker won. Dus dat is echt heel knap. En hij is gaat hij ervoor om ook echt van zijn hobby zijn werk te maken. Dat heeft hij ook laten zien in het project in Nijmegen. Daar is hij met een team echt gigantisch slagen heeft hij daar gemaakt. Maar laten we even naar zijn pitch. Hoi, ik ben Mark. Ik ben 45 jaar en ik woon in Nijmegen. Ik ben al 10 jaar bezig met programmeren. Ik heb meegedaan aan wedstrijden via het internet en ik heb mezelf C++ en Python aangeleerd. Ik vind dat super leuk. Ik wil van mijn hobby graag mijn beroep maken. En sinds een half jaar ben ik bij BID begonnen. Ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb .NET geleerd in de backend. En in de frontend heb ik Angular geleerd, dus eigenlijk ben ik full stack. Het valt me super goed, dus ik wil er graag verder in. Dankjewel. Dan gaan we naar de laatste kandidaat. Dat is Ale Winkel. En Ale die is universitair geschoold. Hij is zelfs volgens mij doctorandus. Even kijken. Ja, hij heeft. Hij heeft natuurkunde, theoretische natuurkunde gestudeerd en bijvak wiskunde. Dus ja, is echt een pintere man. Hij heeft van zichzelf een spraakgebrek. Dat zullen we dadelijk ook gaan merken. Maar als je kijkt ook, hij heeft gewoon altijd op de backend gezeten en zich altijd in zichzelf ontwikkeld. Hij was ook binnen bedrijven de volledige verantwoordelijke om gewoon de hele backend systemen te regelen. Heeft hij ook in meerdere sectoren gedaan. Hij heeft in de bouw van alles gedaan en in de hospitality. Hij was gewoon degene die eigenlijk alles regelde. Dus dat is gewoon heel, heel knap. Bij ons is hij echt aangehaakt op de backend. Dus hij heeft ook de hele backend in .NET Core samen met nog een collega opgepakt. En het was voor ons ook spannend om te zien hoe kan hij communiceren aangezien het verbaal niet makkelijk was. Maar Ale is daar gewoon echt heel goed toe in staat om via verschillende middelen communicatie te leggen met collega's, maar ook extern. Dus laten we even naar zijn pitch kijken en dan gaan we dan nog even met Ale in. Hallo, ik ben Dr. Anders Ale de Winkel, 61 jaar, full stack developer, journalist en magier. Tot nog toe heb ik in mijn eentje aan programma's gewerkt, C-Sharp en .NET Saint. Nu mijn voorkeur. Omgeving. Verder ben ik als magier bezig met magisch vierkant in verschillende dimensies en groottes. Verder ben ik als vrijgezel ook verantwoordelijk voor dit huis. Dat inmiddels vrij van hypotheek is. Ik hoop in de omgeving te kunnen blijven werken. Verder zoek ik dus een leuk scrimteam om
gezamenlijk aan programma's te kunnen werken. We gaan nu heel even een korte pauze doen. De nieuwe kandidaten zitten klaar, 5 stuks. Dus zijn we dadelijk bij jullie terug. Zo, welkom terug allemaal. Welkom terug bij de kandidatenstream, software kandidatenstream van Stichting BID's. Er zitten alweer 5 kandidaten klaar die zich heel graag aan jullie voorstellen. Voordat we daar naartoe gaan, willen we eigenlijk even laten zien wat sociale innovatie is. Stichting BID's zet zich in softwareprojecten met impact op mensen, maatschappij en milieu. En dat doen we samen met UWV en gemeentes. Sociale innovatie. Dus laten we even naar kijken wat sociale innovatie is en wat de rol van BID is hierin. We leven op een planeet van miljoenen jaren oud, grotendeels hand in hand met de natuur. De laatste paar honderd jaar is onze creativiteit en drang naar ontwikkeling uit de hand gelopen. We hebben krachtige systemen ontwikkeld om onze economische groei als mensheid te kunnen realiseren. Deze systemen hebben ons verder laten komen als mensheid, maar hebben tevens complexe maatschappelijke problemen veroorzaakt die vragen om een nieuwe aanpak. Doordat niet iedereen meer mee kan komen in het systeem, nemen onze problemen toe. Waar het eerst ging om uitdagingen als armoede, besmettelijke ziektes en criminaliteit, zijn er ook nieuwe ontwikkelingen in beeld, zoals financiële crisissen en terrorisme. Deze problemen kunnen we tackelen door samen te werken. Sociale innovatie is een nieuw perspectief om samen te werken aan deze maatschappelijke problemen. Waar traditionele innovatie vaak top-down georganiseerd is, ontstaat sociale innovatie juist bottom-up en ontstaan de initiatieven van binnenuit. Sociale innovatie is het sectoroverstijgend samenwerken aan innovatieve oplossingen met een maatschappelijk doel. Nieuwe tijdse bedrijven kenmerken zich door een gerichte duurzame agenda. Betrokkenheid van alle medewerkers en bewust van de noodzaak van samenwerking met hun omgeving. Ze verankeren hun verantwoordelijkheden in hun bedrijfsdoelstellingen. Ook overheden beseffen zich dat we alleen door sociale innovatie bestendig kunnen zijn tegen de gevolgen van onze groei als mensheid. Dus we hebben landen afspraken gemaakt welke doelen te faciliteren. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Om met sociale innovatie te starten is het belangrijk te weten wat je rol is binnen de innovatieve samenwerking. BID's ziet zich bijvoorbeeld als softwarepartner. Ze investeren in softwareprojecten met impact op mens, maatschappij en milieu. Net als bij Bijen werken ze samen met hun omgeving, bedrijfsleven, gemeentes, UWV en slimme initiatieven. BID's investeert in concepten die werken. Zo hebben ze een concept waar mensen vanuit een uitkeringssituatie leren op een softwareproject, waarna ze in dienst genomen kunnen worden. En een concept waar werkzaamheden uitbesteed worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BID's brengt de benodigde kennis en capaciteit in, waardoor de softwareoplossing niet alleen impact heeft, maar tevens ook voor banen en perspectief zorgt. Het is tijd voor de nieuwe vorm van innovatie. Sociale innovatie. Now it's time to be. Welkom terug allemaal. Ja, zoals je ziet, sociale innovatie is gewoon niet alleen belangrijk voor ons als samenleving, maar het creëert ook dat we werk kunnen verzetten met impact, maar ook banen kunnen creëren. En dat is in ieder geval waar wij ons als stichting voor inzetten. Ik wil graag Diederik Oudshoorn introduceren. Diederik zit in de Utrechtgroep en hij heeft al vrij snel de Scrum Masterrol opgenomen. Iemand met heel veel ervaring, ook in leiderschap. En dat liet hij eigenlijk ook al meteen in onze groep zien. Maar daarnaast is Diederik ook altijd heel actief geweest aan de creatieve kant. En heeft hij ook voor televisie gewerkt in het editen van films. Hij heeft ook veel meer gedaan, een hele grote carrière. En dan zie je ook als zo iemand binnen ons project komt, dat zo'n project snel verder komt en het gewoon echt een stukje excellentie in zit. Laten we even naar het filmpje van Diederik. Hi, goedemorgen. Mijn naam is Diederik Oudshoorn. Ik kom uit Eemnes. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. En ik ben op zoek naar werk als product owner. Mijn hobby's zijn lezen, schrijven, programmeren, domotica, hardlopen. Ik heb een eigen boot, daar vaar ik mee en daar knutsel ik heel graag aan. Mijn vrienden vinden mij humoristisch, beschouwend, analytisch en soms een tikje eigenwijs. Het afgelopen half jaar heb ik voor BID's in het team gewerkt als Scrum Master en Frontend Developer. Ik programmeer graag en ik probeer ook de ontwikkelingen in dat vakgebied bij te houden. Ik ben het beste op mijn plaats als ik een vertaalslag moet maken van de business naar de ICT, omdat dat het beste aansluit op mijn werkervaring en op mijn studie aan de Open Universiteit Bedrijfskundige Informatica. Ik vind het belangrijk
bij het werken dat het team goed op de hoogte is van wat de klant wil. En andersom vind ik het ook belangrijk dat de klant goed op de hoogte is van wat het team kan en wat de eventuele alternatieven zijn. Mijn ambitie is daarom ook om te zorgen dat mensen het beste uit zichzelf halen en dat ze daarvoor de ruimte ook krijgen. Dat er afspraken over en weer worden gemaakt en dat die afspraken worden nagekomen, zodat we samen kunnen werken aan een product waar iedereen tevreden over is. Dat was het. Ik zie uit naar vragen en misschien kunnen wij in de toekomst wat voor elkaar betekenen. Dankjewel. En dan gaan we naar de volgende kandidaat. Dat is Bob. Bob. En Bob die is eigenlijk altijd leraar geweest. En ik kan me herinneren toen ik met Bob zat. Toen wist hij eigenlijk alles al over technieken, over designprincipes. Maar hij gaf me aan van, goh, ja, het gaat zo snel allemaal. Ik weet niet of ik dat ook kan in de praktijk. En toen hebben we gezegd van, nou ja, ga gewoon eens aan de slag. En dat is eigenlijk een succes geweest. Er is heel veel kennis overgedraaid naar het team. Maar Bob heeft ook zelf gewoon echt heel concreet zaken kunnen oppakken. En dat is eigenlijk als een sfeer gegaan. Dus ik denk dat het goed is dat we even naar Bob zijn... Hallo, mijn naam is Bob van Dijk en ik woon sinds 1985 met mijn vrouw in Houten. Mijn kinderen zijn net allemaal het huis uit. Eentje woont er zelfs in Japan. Ik heb in mijn loopbaan, kan ik zeggen, een heel breed scala aan functies vervuld. Zo was ik eerst docent godsdienst en ben ik later programmeur van Lotus Domino geworden. Was ik software trainer en ICT-docent en heb ik ook in het buitenland lesgegeven in Engels en Nederlands. En zo was ik schrijver van modules voor web development voor een HBO-deeltijdopleiding. En was ik laatst voorwalker bij Office 365 Migraties. De laatste was bij bierbrouwerij AB InBev in Leuven. En nu dan, na al die jaren, heb ik dankzij BIDs de kans aangegrepen om alsnog zelf een front-end developer te worden. En door nu met name het complexe React Vue's framework onder te krijgen. Maar als je me vraagt waar ik nou echt blij van word. Nou, ik word blij van het oplossen van problemen. Zoals met code. Of als ik weer een blog af heb. Maar meer nog, als ik iemand anders blij kan maken. Met het oplossen van zijn of haar probleem. Ik zie mij daarbij vooral als een echte onderzoeker en een doorzetter. Als iemand die zeer vindingrijk is en met een neus voor de nieuwste literatuur, trends en events. Dus, als een van jullie een functie heeft waarin plek is voor iemand met mijn profiel, houd ik mijzelf warm aanbevolen. Bedankt voor jullie aandacht. En dan gaan we naar de volgende kandidaat, Tom Lamers. Dat wordt een positiever verhaal. Tom die heeft altijd in de techniek geïnvesteerd. Was zelf al op een zolderkamer bezig. Wist eigenlijk al, ik wil software engineer worden. En laten we eens naar zijn pitch kijken. Hoi, goedemorgen. Ik ben Tom Lamers. Ik ben 32 jaar en ik ben back-end software engineer. Ik woon in Zeist samen met mijn kat. En in mijn vrije tijd ben ik veel te vinden op het voetbalveld als keeper of als scheidsrechter of in de kantine als klant of als barman. Verder ga ik in mijn vrije tijd graag naar concerten wanneer dat weer mogelijk is of speel ik spellen met mijn vrienden. Ik ben inzetbaar in de backend. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik pik makkelijk dingen op en ik probeer elke dag iets nieuws te leren en dat ergens toe te passen. Ik ga methodisch te werk. Ik ben analytisch sterk. Dus ik kan goed overzicht houden en ik ben erg resultaatgeoriënteerd. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ik vind dat wat ik maak, dat het echt moet werken en echt waarde toe moet voegen. Ik vind het leuk om moeilijke concepten om te zetten in leesbare code, zodat mensen die code niet gemaakt hebben, daar ook mee aan de slag kunnen. Ik vind het leuk om nieuw geleerde dingen toe te passen. En ik heb elke keer als dat lukt en ik krijg geen build errors, heb ik een juichmomentje achter mijn pc. Voor mij staat het resultaat erg centraal. Zoals ik al zei, ik ben erg resultaatgeoriënteerd. Mijn ambitie op de korte termijn is heel veel leren en een stuk veelzijdiger worden, zodat ik breder inzetbaar ben en flexibeler ben. En ook dingen op kan pakken die wat me nu nog niet lukt.
op lange tijd, op termijn wil ik graag een team vinden waar ik echt mijn eigen kwijt kan, waar ik me echt goed thuis voel, een hecht team. En wil ik graag een deel van de tijd ook besteden aan het overbrengen van kennis, mensen nieuwe dingen leren. Ik hoop dat je hiermee een goed beeld van me hebt gekregen en ik kom graag een keer langs om kennis te maken, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, goede pitch van Tom. Ja, Tom die heeft zijn ateneum gedaan. Daarna is hij de universiteit gaan doen, echt de talenkant, ook in Engels. En ja, zelf altijd met techniek bezig geweest, dat is dus toch gaan kriebelen. Hij is daarna ook een support aan de slag gegaan binnen een softwarehuis. Ja, en nu is hij echt ja, alles wat hij zelf heeft onderzocht en gedaan in de praktijk aan het brengen. Nou, we gaan nu naar een dame. Daar ben ik zelf heel erg blij mee, Alice Ceylan. In de IT ja, komen we niet heel veel dames tegen. Al zie ik ook in onze projecten dat er steeds meer dames toch die interesse hebben. Ik kan me Ellie herinneren, moeder, heel veel gedaan in het verleden van verschillende banen. Zei tegen mij van ja, ik ben heel praktisch, ik hou van dingen uitzoeken en ik bijt me vast. En ik wil dit gaan doen. Ik wil gewoon frontend gaan doen. Ik wil mijn creativiteit kwijt. Ik wil iets maken. Dus nou, laten we eens kijken naar haar pitch. En dan ben ik heel benieuwd om haar te spreken. Hallo, ik ben Ellie Ceylan. Ik ben 36 jaar en kom uit Arnhem. Ik ben op dit moment werkzaam bij BID's als software engineer frontend. Ik heb 2 kinderen. En in het dagelijkse leven speel ik piano. Ik sport en ik vind het ook erg leuk om te klussen. En vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in techniek en sleutelde ik al aan verschillende apparatuur. En repareer ik telefoons, tablets en computers, waar de kinderen heel erg blij mee zijn. En als front-end engineer vind ik het erg leuk om te ontwerpen en te animeren en iets moois te maken voor de gebruiker. Ik ben een detail-georiënteerd persoon, een krachtige teamspeler en ben altijd wel nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren. Dus als jij meer over mij wilt weten, dan hoor ik het graag. Nou, heel goed is ook te zien dat gewoon dames met heel veel energie gewoon de IT in willen rollen. We zien ook dat dat heel goed valt, ook vaak, ook binnen teams, ook binnen onze teams. Dat gewoon echt voor heel goed evenwicht zorgt binnen de teamdynamiek. Buiten dat, als we het over Ellie hebben, zij heeft eigenlijk al op de klantenservice gezeten. Zij heeft dus ook gewoon belervaring, wat ook heel interessant kan zijn, een support. Financieel administratief medewerker, dus is ook gewend te werken met data. Security expert is ze ook nog geweest. En nu dan echt met frontend development bezig en haar creativiteit erin kwijt te kunnen. Cor Leijenhorst. En Cor ja, heeft gewoon echt al heel veel beheerervaring opgedaan. Hij zit eigenlijk in de laatste jaren van zijn carrière, om het zo maar te zeggen. Daar is hij zich ook bewust van. Maar hij heeft nog heel veel energie en heeft heel veel zin om echt iets voor organisaties te betekenen. Met alle kennis die hij heeft opgedaan. Ook het in Microsoft Stack, nieuwe technieken, Scrum werken. Hij heeft het gewoon zich echt heel goed eigen gemaakt. Maar laten we even naar zijn film. Hallo, mijn naam is Cor Leijenhorst. Ik ben 63 jaar. Ik woon in Uchelen, een klein dorp aan de zuidwestkant van Apeldoorn. Ik geniet enorm van ons gezin. We hebben 3 dochters en 4 kleinkinderen. In de leeftijd 9, 6, bijna 3 en een half jaar. En ik lig regelmatig met hun op de grond om te spelen. Andere hobby's zijn reizen, fietsen en wandelen. Dat kan hier ook prima in deze omgeving. Ik ben een rustig, bescheiden, loyaal mens. Via interesse in automatisering ben ik daarin gerold, hoewel ik eerder wetstechnisch werk deed bij het UWV, of eigenlijk de voorloper GAK. Ik ben jarenlang technisch applicatiebeheerder geweest en ben me nu aan het ontwikkelen als software developer backend. Ik zou graag binnen een team werken, maar ik ben ook zeker in staat zelfstandig dingen op te pakken. Relatief simpele herhalende taken vind ik geen enkel probleem.
Een tevreden klant op een goede, slimme, economisch verantwoorde manier is heel belangrijk voor mij. Ik heb interesse in veel technieken. En ik ben ook goed in de Nederlandse taal. Dus, ziet u er hier iets in? Dan hoor ik het graag. Bedankt vast. Hoi. Nou, we zijn dan nu aangekomen bij het einde van deze stream, softwarekandidatenstream. We hebben vandaag 10 kandidaten gezien. Eén deel wat meer in het noorden van het land, omgeving Utrecht. Ander deel meer in het zuiden van het land, dat waren de groepen Arnhem, Nijmegen en Eindhoven. Alle kandidaten die langs zijn gekomen zijn ook te zien op onze app. We hebben een cv-app, maar daar staan nog veel meer kandidaten op. We draaien ongeveer zo'n 6 groepen per jaar. Dus mocht je als organisatie geïnteresseerd zijn om onze kandidaten te leren kennen, of misschien geïnteresseerd zijn om de video te zien van alle kandidaten in onze stream, dan neem alsjeblieft contact met ons op. Dat kan via info@b-ids.com. En dan zullen we zorgen dat jij in contact komt met de betreffende kandidaat. Verder wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. De kandidaten bedanken voor hun effort in de pitches, maar ook het inbellen en het uitleg geven over zichzelf. Ik hoop dat jullie betrokken blijven en onze stream blijven volgen. Hartstikke bedankt en tot ziens.